Goed, voorzitter, een drietal moties. Eerst over het personeel, de bottleneck op dit moment in de zorg. Het grote probleem van het niet doorgaan van de reguliere zorg. En het is onvoorstelbaar dat dat nog steeds niet is opgelost. Want daar hebben wij in Nederland, als het goed is, een kabinet voor. De volgende motie. De Kamer, grote beraadslaging, verzoekt het kabinet om met spoed te zorgen voor meer zorgpersoneel. Door bijvoorbeeld mensen te verleiden met een hoger salaris. Door het aantrekkelijker te maken voor deeltijdwerkers om meer uren te maken. Door managers op de werkvloer te laten bijspringen. Door het leger te mobiliseren. Door privéklinieken te laten bijspringen. En het plan van het LNAZ, Landelijk Nadpunt Acute Zorg, uit te voeren. En gaat over tot de orde van de dag. Wordt de indiening van deze motie in voldoende mate ondersteund? Dat is het geval, dan maakt ze deel uit van de beraadslaging. Dan een motie over de horeca. Ik vind dat iedereen in de horeca die zich aan de regels houdt, zou moeten kunnen open blijven. Een motie van de heer Krol op dat punt, die zal ook mijn handtekening hopelijk mogen dragen. Maar nu een motie van mijn kant om in ieder geval, hoewel ik dus de motie van de heer Krol zal steunen, de restaurants open wil laten houden. Zoals ook het RIVM zei. En daarom de volgende moties. De Kamer, grote beraadslaging, verzoekt het kabinet om niet over te gaan tot een algehele sluiting van de horeca, maar in ieder geval de restaurants open te houden en gaat over tot de orde van de dag. Wordt de indiening van deze motie in voldoende mate ondersteund? Dat is het geval. En tenslotte een motie, mevrouw de voorzitter, over de niet-westerse allochtonen. Belachelijk dat de hele Kamer de andere kant op kijkt. We moeten dat gewoon erkennen en het kabinet moet dan handelen. Vandaar de volgende motie. De Kamer, grote beraadslaging, constaterende dat professor Gerbes, hoofd van de IC-afdeling van het VUMMC te Amsterdam en hoogleraar intensieve geneeskunde, heeft vastgesteld dat het grootste deel van de coronapatiënten op de intensive care in de vier grote steden en steden als Gouda en Dordrecht uit niet-westerse allochtonen bestaat. Constaterende dat niet-westerse allochtonen zich ook vaak niet aan de geldende coronaregels houden. Constaterende dat het grote gevolgen heeft voor de beschikbaarheid van de reguliere zorg, verzoekt de regering dit probleem te erkennen, niet-westerse allochtonen hierop aan te spreken en naleving van de regels gericht te handhaven en gaat over tot de orde van de dag. Wordt de indiening van deze motie in voldoende mate ondersteund? Dat is het geval. Dat maakt deel uit van de beraadslaging. Dank u wel.